Ik vind het wel een hele kunst om een petfles vol te plassen, eerlijk gezegd. Hè? Ja, maar ja, dat is het duidt op vandalisme, treiteren. Ja, dat klopt, dat verbaast me helemaal niks. Dus je bent diep gefrustreerd, vooral omdat je iets wisten schijnbaar velen niet wat ze gingen doen. B, is er voorspeld dat het een fluitje van een cent was. En ja, en C, dat ontploft in hun gezicht. Er wordt zeer effectieve tegenstand geboden. De leiding deugt niet. Je materiaal wordt op grote schaal vernietigd. Ja, god, zal mijn reactie niet zijn om in een petfles vol te plassen. Maar kennelijk vinden ze dat wel lollig. Het van Rossum, kunt u mij horen? Er is één vraag die bijna dagelijks binnenkomt in de mailbox van onze podcast. En dat is de vraag, wat zijn de verschillen en de overeenkomsten tussen de Tweede Wereldoorlog en Nazi-Duitsland en de oorlog in Oekraïne met de Russen? Jo, dat zijn wel aanzienlijke verschillen. Ja, daar is een vrij groot verschil tussen, zou ik zeggen. Dit is een beperkt conflict, dat tot op heden is het een beperkt conflict. We kunnen er wel eens even naar kijken wat de mogelijkheden zijn, maar het is natuurlijk niet te vergelijken met, laten we het zeggen, operatie Barbarossa, waarbij de Duitse Weermacht Rusland aanviel. Ik bedoel, dat is van een gigantische omvang, er zijn miljoenen mensen bij betrokken, van beide kanten. En dat is in dit geval natuurlijk in veel mindere mate het geval. Dit is eigenlijk een Russische actie waarbij zij... op basis van, ze hebben hun imperium verloren, of in ieder geval prijsgegeven, niet door onze toedoen, maar omdat het, laten we zeggen, vanzelf geïmplodeerd is en vervolgens door Jeltsin verder is opgeblazen. En nu hebben ze van laten we zeggen, de situatie die daarna ontstaan is, na 1991, niet waar, die vinden zij onrechtvaardig en onjuist. En zij vinden dat wij ook daar misbruik van hebben gemaakt, van hun zwaktes. En nu hebben ze een buitengewoon onaangename dictator, die overigens democratisch begonnen is, die hebben ze nu als staatshoofd en leider. En die wil dat imperium deels herstellen. Want hij vindt, ja, dat is hij heeft het ook wel eens gezegd, het is de grootste ramp van de vorige eeuw, was het ineens storten van de Sovjet-Unie. Wij denken er anders over. Wij beschouwen dat als een vrij zegenrijke ontwikkeling, maar... Hij wenst zich er niet bij neer te leggen en zag kennelijk zijn kans schoon om dit probleem, namelijk het Oekraïne-probleem, op te lossen. Omdat de Oekraïne natuurlijk verreweg de belangrijkste deelrepubliek van Rusland was. Ook maar we hebben het langzamerhand beginnen we het te merken, in agrarisch opzicht, in technologisch opzicht. Er zijn allerlei fabrieken in Oost-Europa staan stil omdat belangrijk materiaal niet langer door de Oekraïne geproduceerd wordt. Het gas? Ja, gas komt niet uit de Oekraïne, bij mijn weten. Nee, maar de Russen gaan het nu afsluiten voor Polen en ja, Bulgarije. Ja, omdat ze hebben zich onvriendelijk opgesteld en die willen niet in roebels betalen en nu wordt het afgesloten. Nou komt nu de zomer eraan, dus ik begreep dat de Poolse voorraden goed waren opgeladen. Dus geen idee hoe dit af gaat lopen. Ook bij het totaal onverwachte succes van de Oekraïne, want daar kun je rustig van spreken natuurlijk. Ja. En van de evidente incompetentie van het Russische leger, daarbij moet je toch zeggen, Rusland is daar. En dat, daar hebben we ons aan misrekend, ik in ieder geval ook, maar aan misrekend dat het criminele karakter, het criminele en gewelddadige karakter van de Russische Republiek, dat we dat toch onderschat hebben. Ja. He, want de Duitsers hebben natuurlijk ook al die jaren gedacht van blijf praten met die Russen. Je kunt best overeenkomsten sluiten. Vanwege het gas en ja, de zakelijke belangen. Ja, en uiteindelijk heeft Poetin al dit soort van verwachtingen van redelijke aard beschaamd. Door aan dit krankzinnige conflict te beginnen. Ja, waarschijnlijk wist hij het al, had hij het plan toen al. Hij heeft natuurlijk zakelijke overeenkomsten gesloten, ook omdat het voor hem interessant was. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. En wij zijn natuurlijk niet bereid om concessies te doen, financieel. We zijn niet bereid om wat minder groei te hebben of wat minder te verdienen. En dan dat zal wel meevallen, denk ik. Daar merken we nou ook niet zo verschrikkelijk veel meer van. Die inflatie was er al, die is niet veroorzaakt door die oorlog. Het is wel erger geworden daardoor. Ja, maar dat komt eigenlijk door de verstorende effecten van de COVID-crisis, die natuurlijk 2 jaar lang de zaken op zijn kop zet. En zonnebloemolie, wat nu ontzettend duur is. Ja, dat zakt vanzelf hier. Ik begrijp ook nooit precies hoe die enorme schommelingen in die energiemarkten precies in elkaar zitten. Schaarste, denk ik. Zijn dat dagmarktprijzen?
Je leest dan niet duidelijk dat de meeste van die contracten tegen vaste prijzen gaan. Ik had mijn contract voor de verwarming op 1 januari vernieuwd met een vast bedrag. Dat blijft gewoon een vast bedrag. Ja, het kan aan het eind van het jaar zal het verrekend moeten worden. Maar ik zou graag zien dat er iets minder paniekerig over die energieprijzen zou worden gedaan en uitgelegd zou worden hoe de prijsontwikkeling daar op lange termijn is. Heb je die beelden gezien van Jeroen Akkermans? Die was dus in de gebieden geweest waar de Russen weg zijn gegaan. En die liet dus zien wat ze daarvoor totale chaos achterlieten. Maar dus echt hun behoefte gedaan in bureaulades van kantoren. Ja, ik moet zeggen, een evident infantiele behoefte. Zowel in dubbele zin van dat woord in dit verband. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Het is een gewelddadig leger. Ik vind ook, het lijkt mij dat het optreden van het Russische leger in alle denkbare opzichten dus zeer ongedisciplineerd is. En duidt ook op het feit dat ze het zelf ook niet eens zien zitten. Want dan ga je dit soort van redeloze reacties ga je vertonen. Ja. Flesjes volgeplast. Nutteloze gewelddadigheden. Ja. De dingen kapot maken. Ja, dat zijn klassieke reacties vanuit getraumatiseerde woede. Ja, petflessen hadden ze vol geplast en die op het bureau weer teruggezet. Verkrachtingen, hoor je ook verhalen over. Het is een hele kunst om een petfles vol te plassen, eerlijk gezegd. Hè? Ja, maar ja, het duidt op vandalisme, treiteren. Ja, dat klopt, dat verbaast me helemaal niks. Dus je bent diep gefrustreerd, vooral omdat je iets miste schijnbaar velen niet wat ze gingen doen. B, is er voorspeld dat het een fluitje van een cent was. En ja, en C, dat ontploft in hun gezicht. Er wordt zeer effectieve tegenstand geboden. De leiding deugt niet. Je materiaal wordt op grote schaal vernietigd. Ja, god, zal mijn reactie niet zijn om in een petfles vol te plassen. Maar kennelijk vinden ze dat wel lollig. Ja, dat deden de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog toch niet, hè? Maar die bleven ook in het gebied. Ja, daar werd ook veel verwoest. Ja? Maar ook op deze kinderachtige manier? Oorlog leidt tot verwoesting en plundering. Ja, maar het is natuurlijk ook alles wat normaal niet mag in het normale leven kun je nu ook doen als soldaat. Zeker, zeker. En als daar niet voldoende paal en perken wordt gesteld. Hè, dat werd in de tijd niet waar door al die verkrachtingen door het Russische leger, met name in Duitsland. Want je kunt ook zeggen, ja, voor de eigen schuld dikke bult van die Duitsers. En dan hadden ze maar niet het Derde Rijk moeten steunen. Maar in feite deugt dat natuurlijk niet. En daar werd ook veel over geklaagd, dat deze overal trouwens. En dan zei Stalin, ja, je moet ze ook wat gunnen. Hè? Ja. Nadat er zoveel mensen gesneuveld zijn, is het een soort van terechte beloning, wat het niet is. Mm. Maar dat was, daarin zie je dus dat het gezag niet wil ingrijpen daarin. Nee. Oorlog is gewoon een gruwelijk bedrijf, dat moet je realiseren. Ja. Van beide kanten hoor, het is niet zo dat er heilige legers zijn. Nee. Hè? Dan heb je ook nog het verhaal dat ze dus inderdaad in het zuiden van Oekraïne tot Odessa willen doortrekken. Hè, zodat ze eigenlijk de Oekraïne helemaal van de zee hebben afgesloten. Dat is wat de veel deskundigen dus als niet erg waarschijnlijk zien. Gezien het feit dat het daar niet goed gaat. Gezien het feit natuurlijk dat die Moskwa dat die uitgeschakeld is. Wat natuurlijk toch ook een enorme klap was. Want die zou allerlei coördinerende taken moeten vervullen. Nee, je kunt... Ik ben heel benieuwd naar de eerste... Als er ooit al min of meer afzienbare termijn een eind aan komt. En we hebben uitgelegd hoe ingewikkeld dat zal zijn om er een eind aan te maken. Want nogmaals, het is altijd heel makkelijk om conflicten te beginnen. Maar het is razend moeilijk om ze te beëindigen. Ja. Afghanistan, hoe lang heeft dat niet geduurd? Van 2001 tot 2021, precies 20 jaar om precies te zijn. Ja. Ja. Zelfs in Irak hadden ze de grootst mogelijke moeite Amerikanen om weg te komen. Maar verwoesting en ellende zijn een wezenlijk onderdeel van oorlogvoering. Ja. En we hebben nu op de tv, in plaats van de COVID-deskundige, hebben we iedere avond een legerdeskundige, hè? Of een legerleider zeker. Ja, die ook maar een beetje ja, die ook niet precies weten wat er gaande is. Nee. Maar die voor zover ik het zie, redelijk verstandig commentaar hebben. Ja. Ik ben altijd wel onder de indruk dat dus nog steeds de Amerikanen en de Engelsen eigenlijk... relatief veel laten doorcijpelen van wat zij weten en wat zij kunnen waarnemen. Ja. Een reactie van iemand die zegt, ten aanleiding van de laatste aflevering wil ik Maarten daarop wijzen dat de krijgsmacht uit 4 en niet uit 3 onderdelen bestaat. De krijgsmacht bestaat namelijk uit de landmacht, de luchtmacht, de marine en de marechaussee. Ja, ik was de marechaussee vergeten. Ja, deze laatste wordt soms als onderdeel van de landmacht behandeld, maar dat is feitelijk onjuist. Ja, de marechaussee.
onderbetaalde marges. Hé. Ook, ja, je weet dat er nu weer een nieuw personeel geworven moet worden voor de landmacht, de luchtmacht. Met hele leuke hippe spotjes. Ja, maar zolang je daar zo belazerd blijft betalen, denk ik niet dat het erg veel succes zal hebben. Ik weet niet wat het betaalt. Nou, slecht. Maar wat is slecht? Geen idee, maar niet best, begrijp ik. Ja. Wij betalen vrijwel alle essentiële beroepen in Nederland zo slecht mogelijk. Hallo, beste Maarten en Tom. Tim Keulemans hier. Ik heb een vraag aan Maarten. Ik vroeg me af wat er met Wilhelmina zou zijn gebeurd als ze niet naar Engeland was gevlucht. Zijn er voorbeelden van andere staatshoofden die dat niet hebben gedaan? En wat is met hen gebeurd? Alvast bedankt. Ja, er zijn meerdere voorbeelden van. Dat is natuurlijk de koning van België. Maar ja, die was een beetje Deutsch-freundlich. Die is afgezet, is gebleven. Die is afgezet na de Tweede Wereldoorlog. En die is opgevolgd door zijn zoon Boudewijn. Ongetwijfeld de stilste en de sloomste vorst die ooit op het troon heeft gezeten. Ja, iedereen weet nog wel hoe Boudewijn eruit zag. Hij is jong begonnen en heeft er ook, weet ik, 30, 40 jaar gezeten of zo. En je kunt denken aan de Deense koninklijke familie, die is volgens mij ook thuis gebleven. En die heeft nog wel een rol gespeeld, ook door zich vrij kritisch op te stellen ten opzichte van de Duitse bezetters. Of, want daar doe ik niet aan mee als er de Jodenster gedragen moet worden, ga ik er ook eentje dragen, tenminste wat ik me ervan herinner. Hoe het in Noorwegen, geen idee eigenlijk. Zweden is natuurlijk niet bezet door de Duitsers, dus dat speelt geen rol. Engeland, idem. Wat hebben we nog meer voor vorstenhuizen? Hebben we wel eens een beetje gehad natuurlijk, hè? Ja. Spanje hebben ze niet bezet, dus maar, trouwens, Spanje, daar was Franco de baas, sorry. Daar is pas na de dood van Franco een koninklijk huis teruggekeerd, waar ze nu natuurlijk een beetje... Ja, eenmaal heeft die koning iets nuttigs gedaan, dat was bij die zogenaamde staatsgreep. In Spanje, een wonderlijke infantiele vertoning. Maar daarna zullen ze er wel spijt van hebben gekregen. Omdat die koning zich ook eigenlijk niet goed gedragen heeft, laat me zo zeggen. Maar goed, als Wilhelmina was blijven zitten, dan... Was blijven zitten, dat weten we niet precies. Want we weten niet wat de opstelling zou zijn geweest. Maar laten we haar het voordeel van de twijfel geven. Als ze dus gepakt zou zijn door de Duitsers sneller... Ze hadden wel zo'n soort van opzet, maar hoe het precies zit, weet ik niet. En ze hadden haar te pakken gekregen. En dan denk ik eerlijk gezegd dat zij zich eerder zou hebben gedragen à la het Deense koninkhuis dan à la Leopold. Die, wat ik al zei, het Deutsch-freundlich was, wat lastig lag. Nou ja, in Vlaanderen in principe vrij goed, maar in de rest van het land niet. Dat wij hier niet onder een Duitse bezetting zuchten. Van nationaal-socialistische aard, hoewel er tegenwoordig diverse parlementsleden zijn die dat een prima idee zouden vinden en misschien zelfs betreuren, niet waar, dat het nationaal-socialisme niet hier is gebleven na 1945. Althans, ze zeggen dat het Derde Rijk een prima instelling was. Ik hoop dat iedereen begrijpt welke partij ik hiermee bedoel. Maar wie moet je dat danken dat wij bevrijd zijn aan de geallieerde legers? Moet je daarvoor danken? En dat betreft, ja, gek genoeg, en het Rode Leger natuurlijk. Wat verder natuurlijk, de Sovjet-Unie was ook een criminele staat in allerlei opzichten. Dus we hebben wel hulp van criminelen gehad om de criminelen te verslaan. En dan natuurlijk de Canadezen, Amerikanen en Engelsen die een bijdrage hebben geleverd aan de bevrijding van Europa. Ja, je zult maar op je 18 uit een of andere dorp en Omaha komen. En ergens in Europa overhoop worden geschoten. Dat moet je natuurlijk wel realiseren. Daar hebben we onze vrijheid aan te danken. Ja, maar niet Koningsdag. Nee, dat Koningsdag. Ik dacht dat koningin Emma begonnen was met Koninginnedag te vieren. Maar dat... Weet ik niet. Die heeft dat koningin Emma, een beetje een onderschat onderdeel van het Oranjehuis natuurlijk. Zij was 40 jaar jonger dan haar brute echtgenoot Willem III. Is eigenlijk een van de allerbeste figuren geweest. Want zij was natuurlijk een hele tijd regentes. Omdat Willem overleden was en Wilhelmine nog niet geen 18 was. Het is een hele verdienstelijke vrouw in allerlei opzichten. Een verstandige. Gedienstige, gedisciplineerde, vanuit het staatsrechtelijke beginselen, vrouw. Ja.
Maar goed, jij verwacht dat het Koningshuis het in de toekomst nog wel eens moeilijk zou kunnen krijgen. Geen idee. Misschien worden ze weer opnieuw populair. Het kan zijn dat het een soort van laatste restant van nationale symboliek is. Tegen de tijd dat we... Het zou wel interessant zijn natuurlijk, geschiedkundig, als dat zou gebeuren, toch? Ja, nou ja, wacht nou even. We zijn begonnen als een republiek. Weliswaar daarbij geassisteerd door Willem van Oranje. Maar we zijn begonnen als republiek eigenlijk. Omdat we ook niet zo makkelijk een nieuw en goed staatshoofd konden vinden. Leek ons dat wel een goed idee in. We zijn natuurlijk, net toen hadden we stadhouders. Die konden er wel zijn en niet zijn, want we hebben stadhouderloze tijdperken gehad. En toen, na de Napoleontische tijd, hebben we de kapitale vergissing gemaakt dat we een koninklijk huis geïntroduceerd hebben. We hadden ook natuurlijk Willem de Eerste stadhouder kunnen maken, dat was veel verstandiger geweest. Dan hadden we hem ook veel sneller op kunnen ruimen toen hij zich raar ging gedragen. Ik heb het dan over Thorbecke gehad, maar ook dat enorme autocratische gedrag van Willem I. Dat ging tenslotte natuurlijk tegenstaan, vooral toen hij dingen ging doen die een hoop geld kostten en weinig zin hadden. Dus ja, we hadden dat dan aan de Napoleonse tijd beter niet kunnen doen. Maar, ja, maar Van Hogendorp, die daarachter zat, die dacht van, die Willem die kan ik wel in de hand houden. Maar dat bleek een kapitale vergissing te zijn, dat denk je altijd. Hij heeft het aan mij te danken, ik hoef maar te bellen. Nou ja, bellen nee, is toen nog niet, maar goed, ik hoef maar een briefje te sturen en dan komt het allemaal wel in orde. Nee, zo ging het dus niet. Ja. Dus zo zaten we opgezadeld met een nogal autocratisch werkend koninklijk huis. Want dat gold voor Willem de Eerste. Willem de Tweede hebben we het over gehad in verband met de nieuwe grondwet, die natuurlijk, ja, die alleen opgestart is, of althans waar die alleen voor was, omdat hij zich een werkende aap geschrokken was. Van 1848 in Europa. En Willem III heeft zich natuurlijk eindeloos verzet. Als er nou iemand was die een hekel had aan Thorbecke, was het Willem III wel. Nou, toen kwam de gezegende regentes, namelijk Emma. En Wilhelmina was ook nogal autocratisch. Hè. Er wordt altijd getwijfeld aan de vraag of Willem III wel haar vader was. Maar ik kan je garanderen dat karakterologisch gezien, ja, zou ik zeggen, was Willem III beduidelijk wel haar vader. Hè. Het is voor die lui altijd moeilijk geweest om zich te verzoenen met het feit dat ze geen reet te vertellen hadden. Omdat ze zelf vaak vonden dat ze het veel beter wisten. Ja. Die regering maar een stelletje handenbielen, ruziemakers waren enzovoort enzovoort. Hmm. Vaak bestaan regeringen uit handenbielen, ruziemakers. Dat is de essentie van een democratie. Dan kun je ze naar huis sturen en dan krijg je een heel nieuw team van handenbielen, ruziemakers. Nou ja. Dat is democratie. Democratie is niet dat de koning kan opbellen of de koningin zegt, het is echt afgelopen en je moet nu mijn adjudant benoemen tot minister-president en dan, nou, nee, zo werkt het godzijdank niet. Nee, wat was de functie van de stadhouder? Waar kun je dat nu het beste mee vergelijken? Nou, die stadhouder die had wel bevoegdheden, maar die speelde wel een rol in de politiek, maar ik moet je zeggen, daarvoor zou ik het hele stadhouderlijke verschijnsel nader moeten bestuderen. Maar bijvoorbeeld na 1650, dus na die mislukte aanslag op Amsterdam van Willem II, stadhouder Willem II, is er een heel lange stadhouderloos tijdperk geweest, waarbij we gerund werden door de raadspensionaris van de Nederlandse Republiek, of met name van Holland, namelijk Johan de Witt. Een enorm geniale figuur. Nou ja, Johan de Witt is verraden in zekere zin door zijn zogenaamde bondsgenoten Engeland en Frankrijk, die achter zijn rug hadden gekonkeld. En zo zijn we aan het rampjaar 1672 gekomen. En wat maakt hem geniaal? En vrijwel alles. Het was een groot wiskundige. Ik meen dat hij ook boeken heeft geschreven over de wiskundige achtergronden van verzekeringen. Maar ik ben geen Willem Johan de Witt kenner, maar het is heel karakteristiek dat Johan de Witt toch in ieder geval met medewerking, zo niet actieve medewerking van de latere Willem III, in Den Haag door het grauw vermoord is op een gruwelijke manier. Dat was wel degelijk resultaat van een soort samenzwering. Mm-hmm. Ja. Grappig dat ze in andere landen dus 1 mei... Vergeten nog even te vermelden dat Maurits, niet waar, Johan van Oldenbarneveld, de eerste werkelijk verdienstelijke raadpensionaris, op zijn, wat is het, zijn 71 of zijn 72, zijn kop heeft laten afslaan.
Dus ik wil maar zeggen dat die Oranjevorsten eigenlijk het verdomd vervelend vonden als ze al te bekwaam voor de voeten werden gelopen door laten we zeggen, burgerlijke autoriteiten. Ja. Het is niet voor niks dat Johan de Witt, plus zijn broer dan Cornelis, en Oldenbarneveld feitelijk met, nou, direct door of met actieve medewerking van de Oranje stadhouder vermoord zijn. Mm. Ik denk dat je bij Oldenbarneveld ook wel kunt spreken van een juridische moord, ja. Ja. En maar die namen komen nu iedere keer weer terug. Als je dus die koninklijke familie kijkt wat voor namen ze hebben, dan zie je dus allemaal namen met de teken. Ja, dat is in die families te doen gebruikelijk, maar dat is in veel nieuwe families toch te doen gebruikelijk. Dat de eerstgeborene kleinzoon wordt naar opa genoemd en dat soort van dingen. Dat doen ze. En alleen hebben ze in die familie dus niet één naam. Ik heb maar één naam. En dat is ook een vrij kaal leven natuurlijk met één naam. Maar ik weet niet, ik geloof Willem-Alexander 26 namen heeft of zo. Ja, dat hoort erbij. En dan komen nog al die titels die ze erbij hebben. Graaf van Buren en opperhoofd van de Indianenstam enzovoort enzovoort. Ja, ja, het is flauwekul, maar goed, die wereld bestaat uit flauwekul, uit symboliek. Ja. Daar moet je gevoelig voor zijn. Ik ben er niet gevoelig voor. Nee. Andere landen die staan ook stil bij 1 mei, de dag van de arbeid. Dat is het voor hun een vrije dag. Dat speelt in Nederland eigenlijk geen rol van betekenis. Maar in Duitsland en België wel, volgens mij. Volgens mij op die dag ook heel veel Duitsers en Belgen die hier naartoe komen. Ja, net zo goed als Labor Day in de Verenigde Staten. Al is dat niet 1 mei, maar ergens in september, als ik het me goed herinner. Dat is in de Verenigde Staten volgens mij ook een vrije dag. Ja. Heb je daar meer mee met de Dag van de Arbeid? Want de Partij van de Arbeid doet er volgens mij ook wel dingetjes. Hè? Ik heb niks met dagen. Ik heb niks met de Dag van de Vrouw. De Dag van de Kleuter. De Dag van de Automobilist. Het jaar van de blinde geleidehond. Ik heb er allemaal niks mee. Er is toch een vraag binnen. Ik zou zeggen, besteed aan allen de noodzakelijke aandacht. En financier ze behoorlijk. En voor de rest hoeft het voor mij niet zo. Dag van de Geschiedenis zal het ook vast wel zijn een keer. Niet alleen de dag van de geschiedenis, maar ook een week van de geschiedenis, een maand van de geschiedenis. In mijn hoofd is het altijd geschiedenis. Ik leef bij geschiedenis trouwens, iedereen doet dat zonder geschiedenis. Daarvoor dat je, als je plotseling totaal geheugenverlies hebt, echt compleet, het hele systeem is afgeschakeld. Je weet niet hoe je eet, je weet niet waar je woont, je weet niet hoe je moet wassen, je weet niet hoe je je tanden moet poetsen, dat zijn allemaal dingen die opgeslagen zijn in je geheugen. Wij zijn onze geschiedenis. Nou, dan nog eventjes een dingetje waar we het eigenlijk een hele tijd niet meer over gehad hebben. Namelijk Donald Trump. Een tijdje terug ging het daar bijna in elke podcast over. Maar dat onderwerp is toch wat weggezakt. Wat is Trump eigenlijk aan het doen nu? Trump zit in Mar-a-Lago. Dat is daar in zuidelijk Californië. Dat is zijn, weet ik het hoe je het noemen wil, zomerpaleis of zoiets dergelijks. We horen nog vrij regelmatig van Trump in de zin dat uit alles blijkt dat hij nog een wurggreep heeft op de Republikeinse Partij. Nee, god, waren we er maar vanaf van Trump? Dat zou een zegen zijn, maar het is niet zo. De loyaliteit binnen de huidige Republikeinse Partij ten opzichte van Trump is verrassend groot, dominant. En wat kunnen we nog van hem verwachten? Niets dan ellende. Dat is duidelijk. Het is een unieke veroorzaker van ellende. We hebben het al meer over stoorzenders gehad. Je hebt allerlei mensen die zijn geboren stoorzenders. Grote stoorzenders, kleine stoorzenders. Hongarije, Orbán. Het zijn allemaal mensen die alleen maar narigheid veroorzaken. Die niets positiefs tot stand brengen. Maar ja, ze zijn vaak spectaculair. Mensen vinden ze vaak aantrekkelijk. Ja. Ik wil nou weer niet over de Nederlandse stoorzenders beginnen, maar wij hebben ook tegenwoordig een hele club van die zeikers. Ja, je hebt er niks aan. Ja, dat was hem weer, de podcast voor vandaag. Heb je nou met plezier geluisterd? Doe ons dan een klein plezier en volg deze podcast. Dan kunnen nog meer mensen kennis maken met de podcast als ze dat nog niet gedaan hebben. Het is heel simpel. Op Apple druk je op het plusje op de podcastpagina en op Spotify alleen maar drukken op volgen en het belletje en dan gaat het allemaal vanzelf. Unieke veroorzaker van ellende. Ga lekker naar huis koken, veel beter. 2 weken geleden is de LPF op de fles gegaan. Althans hier. Verder is het al wel iets langer geleden. Het populisme door de ogen van Maarten van Rossum.
En natuurlijk het échec van de LPF creëerde eigenlijk opnieuw ruimte ter rechterzijde van het Nederlandse politieke spectrum. En de vraag was toen eigenlijk wie gaat die ruimte opvullen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.